je kijkt naar de allereerste Efteling-podcast. Dan zou je zeggen, joh Marco, wat is Efteling-podcast? Een Efteling-podcast is dat we het gaan hebben over de Efteling. Er zit ook nog een rubriek bij, voor overige pretparken. Maar we gaan vooral ook de Efteling gaan we, bekritiseren. Nou ja, bekritiseren niet, maar in ieder geval, we gaan het over de Efteling hebben. Nieuwtjes, leuke dingen. Dat is eigenlijk de podcast. Ik ben nu samen met Abnormaal, Kevin. Ja, ik ben hier. Juist, Kevin is er ook gezellig. En we gaan het gewoon even lekker gezellig over de Efteling hebben. Nou, in ieder geval gaan we beginnen met de allereerste rubriek. Laatste nieuws vanuit de Efteling. Ja, nou, in ieder geval de het laatste nieuws vanuit de Efteling. Hoe is het met de Efteling? Nou, met de Efteling gaat het best wel goed. Ja. Er waren weer een aantal, niet echt veel dingetjes wat echt in het nieuws was. Maar er zijn wel een paar. Het nieuws was over de nieuwe scènes, de nieuwe dingen van de 9 Pleinenfestijn. Ja, precies. Nou, 9 Pleinenfestijn is begonnen. In ieder geval weer. En 9 Pleinenfestijn is begonnen. We zijn natuurlijk afgelopen zaterdag zijn we er geweest. Het was super gezellig. Jullie weten het. Ik heb het al in de vlog gezegd. Het was echt geweldig was het. Efteling heeft niet veel nieuws. Dus qua nieuws op Efteling gebied zijn we snel klaar. Maar in ieder geval zijn er wel een paar dingetjes zijn er. En dat wil ik nu met jullie gaan bespreken. Nou, het eerste nieuws wat mij opvalt. En dat vind ik dat het belangrijkste nieuws van de afgelopen tijd. Dat was de 30e vorige maand. En dat was een artikel dat de Efteling niet weet wanneer de Bob open gaat. De Efteling heeft geen idee wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken in de Bob. Sinds begin deze maand is de bekende bobslee gesloten vanwege zijn technisch defect. In eerste instantie werd 16 juni genoemd als openingsdatum. Later was het 23 juni. Ja, ze maar het gewoon niet. Beide datums werden niet gehaald. Niet we hebben helaas slecht nieuws. Ondanks de goede vooruitzichten kunnen we de Bob toch niet openen vandaag, laat de Efteling weten in een reactie. Vooralsnog is een concrete openingsdatum niet, nog niet bekend. Het is in ieder geval dat het is dus iets met volgens de voorlichter van de Efteling is het iets met de lift van de Bob wat niet goed is. Een karretje viel onlangs een stuk naar beneden tijdens het omhoog takelen. Het is dus de lift heel wat het probleem is bij die attractie. De Bob is inmiddels 33 jaar oud en er werd al bekendgemaakt dat achter de schermen de plannen zijn om de kwakkelende attractie te vervangen. Ja, of, ja. Nou, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik heb zoiets. De oude achtbaan. Ik kan nog een keertje vervangen worden. Ja. Ja, de Bob is nu al momenteel al zo lang zijn ze daar al mee bezig, weet je wel. En het is goed dat de Efteling met de Bob bezig is om hem toch weer klaar te maken, weet je wel. Maar ja, precies. Maar het duurt zo lang en elke keer is er weer een nieuwe, hoe moet je dat zeggen, een bekende lijk uit de kast. Dat het weer fout gaat en dat er weer problemen zijn. In ieder geval, ze krijgen die voor elkaar om het weg te krijgen, zeker met de lift heel en zo. Ja, en het is heel jammer, want de Bob is een hele leuke attractie, maar ja, dat is het zeker, het is, hij is gedateerd. Dus ik zou zeggen, gewoon gooi hem tegen de vlakte en bouw wat nieuws. Of bouw gewoon weer een andere Bob of zo. Ja, daar niet jaren mee op een gegeven moment. Nee, daarom. Dat was eigenlijk het. Weet je waar ik eigenlijk heel erg aan zit te denken, Kev, weet je wel. Als ik dan dit bericht lees, weet je wel, dan moet ik heel erg denken aan de Looping Star van Slagharen. Dat was ook elke keer, was het een kwakkelende attractie, weet je wel. Mm-hmm. Kwam een keertje zelfs niet door de keuring heen. Is die een hele tijd, is die een hele periode van een aantal maanden is die dicht geweest. Ze hebben hem toch weer aan de praat gekregen.
En later werd hij ook vervangen, weet je wel. En ik heb het ook al een paar keer in mijn vlogs, jullie weten het, ik heb het ook al een paar keer in mijn vlogs gezegd. Elke keer als ik langs die attractie kwam, dan zei ik het. Van ja, het is gewoon tijd voor wat nieuws, het is tijd voor wat anders. Ja, op een gegeven moment is het klaar. Het is op een gegeven moment is het gewoon afgelopen, het, klaar. Opbreken en iets nieuws bouwen. Ja, en misschien kan de Efteling wel een andere Bob vinden of zo, weet je wel. Er zijn genoeg modellen qua bobslees, dus ja, gooi hem gewoon tegen de vlakte. Weet je wat jammer is? Bouw we gewoon staan een met, we staan met twee types van deze attractie. Twee attracties van deze type in de wereld. Zijn er maar twee. Oké. Okay. Ja. Dus ergens is het ook wel zonde dat die as hier afgebroken zou worden. Ja, dat wel, maar ja. Ja, dat wel, ja. Het is een unieke baan, eigenlijk. Ja, dat wel. Ja, of je moet hetzelfde doen als met... hoe heet dat? Of je moet gewoon hetzelfde doen als... Ja, alleen de lift heel vernieuwen. Ja, alleen de lift heel veel vernieuwen en voor de rest... Ja. Of misschien en gewoon... Die baan gewoon... Of gewoon die baan gewoon helemaal afbreken. Reviseren. En dan gewoon misschien een nieuwe baan maken. Maar gewoon hetzelfde type, weet je wel. Dezelfde ritduur. Dezelfde bochten erin. Dezelfde dingen. Ja, je hebt het bij de Python gezien. Het ging als... Maar kijken. Hij is helemaal gesloopt. Ja, klopt. Bijna helemaal gesloopt al. Maar bij de Bob zouden ze dan echt... echt een keer meteen... Die type wordt niet meer gebouwd meer. Nee, maar je kan wel door een andere firma laten doen, weet je wel. En dan misschien overnieuw maken en zo. Gewoon, en dan gewoon hetzelfde layout gewoon gebruiken, weet je wel. Misschien wel dat hij er dan wel iets anders uit komt te zien. Maar dat de ritduur gewoon hetzelfde is, weet je wel, voor die attractie. Ja, dat het gewoon hetzelfde is. Oh, hij is trouwens gebouwd door in 85. Intamin. Ja, het is een Intamin is het. Ja. Intamin AG. Ja. Maar het is een topsnelheid van 60. Maar, weet dat, jij zei van, weet dat, ja, voor, ja, als ze hem dan, zeg maar, hem zouden renoveren, weet je wel. Mm-hmm. Dat ze dan de lift horen veranderen. Maar ze moeten ook de eind bij de remmen, die zouden ze eigenlijk ook moeten vernieuwen, want dat was natuurlijk vorig jaar. Remmen vervangen, sensoren vervangen, zo'n beetje alles. Ja, dat hij doorschoot en dat er een ongeluk gebeurde, weet je wel. Dat de twee karretjes tegen elkaar knalden. Het was te nat. Die banden werden te nat, zeg maar. We gleden ze overheen. En misschien bij een nieuwe soort Swiss bobslee. Misschien als je een nieuwere type ervan maakt, weet je wel, dat je dan, dat hij dan ook gewoon weer tijdens regen weer kan dienen, weet je wel. Want die remmen, ja, het is natuurlijk een baan van 1985, hè. Ja, het is een oud model, hè. Dus tegenwoordig hebben ze wel nieuwere technieken en zo, ook qua remmen en qua liftheuvel. Dus dat zou wel... Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ja, ik ben benieuwd, ik ben inderdaad heel erg benieuwd wat... Ja, ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Ze weten natuurlijk ook niks. Gaan ze nou vervangen? Gaan ze iets nieuws maken? Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou, wat verder eigenlijk in het nieuws was ook. Dat was de Efteling. Die gaat, jullie weten dat ik zo'n toverstok gekocht heb op mijn verjaardag. Zo'n, tovertwitch. Zo'n twinkel. Teuvertwinkel van Symbolica. Symbolica, ja. Symboliloods. Ze gaan nieuwe toverstokken verkopen. Klopt. En ze gaan nu interactieve toverstokken gaan ze verkopen. Ze gaan dus toverstokken verkopen. Jullie hebben het vorige week gezien bij de opening van Toverland. Van dat nieuwe themagebied in Toverland. Mm-hmm. Dat is ook van die interactieve toverstokken. Ja, daar heb je ook een soort, inderdaad hadden ze ook toverstokken. Wat is een interactieve toverstok? De Efteling gaat dus komen met een interactieve toverstok. Zodat als je dus een bepaalde beweging maakt, dan gaat er wat gebeuren in die attractie. Dus je, op een bepaalde manier doe je een beweging met die toverstok.
En ja. dan wordt er in de attractie Symbolica, wordt er wat geactiveerd daardoor. Er zit natuurlijk een sensor in. En die gaan ze dus in Symbolica. Ja, ik vind het wel een leuke toevoeging. Het lijkt me wel wat. Het lijkt me wel grappig. Ja, maar ik geen idee of ze dat in de attractie... Volgens mij dat ze niet in de attractie... Volgens mij wel. Volgens mij gaan ze het in de attractie doen. Wat kan bewegen, daar beweegt alles al. Dus ja, ik weet het niet. Hier. Met de zogeheten twinkeltoortsen kunnen bezoekers straks speciale effecten activeren in en rond de nieuwste attractie Symbolica. Ah, oké. Okay. Dat had ik niet gelezen dus. Ja. Dus ja, leuke toevoeging. Ja. Ja, zeker. Je moet alleen zien hoe of wat, hoe het werkt en zo. Dus, ja, ze hebben al de laatste... Ja. Ze hebben de laatste maand eigenlijk al heel veel nieuwe dingen alweer aan Symbolica toegevoegd, hè? Ja, klopt. Ze hebben natuurlijk in de laatste hal, in de dinerzaal, zeg maar, waar je ook die... Hebben ze allemaal lampjes opgehangen. En ze hebben bij de attractie, bij die magische en ze vis. Een soort van, ja? Die magische vis, weet je wel, die je ziet. Ja, ze hebben ook in de dat is de Botanicum, daar hebben ze van die nevelinstallatie aangebracht. Dat je ook een beetje nat wordt. Ja, dat op het moment als die vis komt, en die vis die stoot zeg maar tegen dat glas aan, en dan zie je dat glas zie breken en je ziet dat water naar beneden komen. Klopt. Dat je nu ook water voelt. Hij komt elke keer in mijn nek terecht, dat is wel een mindere plek. Hij komt echt precies in je nek elke keer bij mij, in ieder geval, ik weet niet hoe het bij anderen is. Maar bij mij komt die... Ik heb hem nog niet gevoeld, dus... Ja, ik wel. Ik heb hem al twee, drie keer heb ik hem al gevoeld. Okay. Maar je voelt echt... hij valt precies in je nek. Bij mij in ieder geval valt hij elke keer in mijn nek. Ik heb elke keer een natte nek. Oké, ik heb nog niks gevoeld. Maar het is maar één druppeltje, is het. Nou, dat valt ook wel mee. Dus dat valt wel reuze mee, ja. Dat valt wel reuze mee. Dus, ik vind het een leuke toevoeging. Ja. En ze zullen in de toekomst nog meerdere vernieuwingen doorbrengen. Ja. Doorgeven, zeg maar. Nou, verder is een nieuwe zomerse lekkernij gekomen in de Efteling. De ijsdonuts. Oh, dat ben ik vergeten te halen. Zij komen de volgende keer wel. Ja. ik... Jij vindt natuurlijk helemaal niks, hè? Ik hou nooit van die speciale eetdingen. Ik vind het altijd... Je zit er vreselijk vol van. En je hebt gelijk zo'n opgeblazen gevoel. Vind ik altijd. Maar ik vind het wel leuke nieuwe dingen. Hartstikke leuk in ieder geval. Ijsdonuts zijn nu vanaf nu te koop in de Efteling. Moet ik een keertje gaan halen? Ja, zou ik zeker weten proberen. Misschien ga ik het ook nog wel een keer doen. gewoon een keer te ervaren van hoe het is. Ja, of dat het lekker smaakt. Juist. Maar als ik het aangeprobeerd heb, hè. Dus. Ja, precies. Nou, voor de rest is de nieuwe virtuele reality attractie van de Efteling. VR, wil ik zeggen. Ja, VR attractie, die is nu voor iedereen toegankelijk. En dat is natuurlijk de enige echte droomvlucht, hè. De mooiste attractie van, de mooiste dark ride van de Efteling, vind ik eigenlijk wel. Ja, want dat was grappig eigenlijk. Dat heb ik niet gefilmd. Maar ik was natuurlijk afgelopen zaterdag met Kevin in de Efteling. En wij stonden zeg maar voor de ingang van de VR Droomvlucht. Stonden we bij de ingang stonden we en we stonden met elkaar te discussiëren. En het grappige vond ik, de lachende gezichten en vooral, hoe moet je dat zeggen? Ja, gewoon het lachende gezicht en de betrokkenheid van de medewerker. Dat vond ik wel ontzettend leuk. De medewerkers, ja. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk. Wij stonden op een gegeven moment heel heftig te discussiëren tegenover elkaar van... Wat is nou de mooiste dark ride in de Efteling? En Kevin die zei, het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind alles mooi. Ik vind Symbolica vind ik ook mooi. Ik vind alles mooi. Ja. Nou, ik heb zelf de mening dat
ja, ik vind Symbolica vind ik heel erg mooi. Maar ik vind de mooiste dark ride van de Efteling, dat vind ik, ja, ik vind dat niet Symbolica. Ik vind dat de Droomvlucht. De Droomvlucht is de mooiste dark ride, vind ik, van, ja, de mooiste dark ride van Nederland. Gewoon de beleving van de bomen die je ziet, het groen. Je ruikt ook gewoon de geuren. De geureffecten zijn zo ontzettend mooi. En de aankleding van de hele attractie van de Droomvlucht. Ja, het is gewoon echt geweldig. Het is gewoon zo indrukwekkend. Echt geweldig gewoon. Ja. En ze hebben natuurlijk pas geleden nieuwe kleding gehad, hè? Ja, klopt, vanwege het zoveel jaar bestaan. Vanwege het zoveel jaar bestaan. Ze hebben allemaal nieuwe kleding gehad. Juist. Alle poppen. De elfjes hebben nieuwe kleding gehad. Was het alleen de elfjes, ja. In ieder geval, de elfjes hebben allemaal een nieuw kostuumje gehad. En ik blijf het de mooiste dark ride van Nederland vinden, de Droomvlucht. Het is zo ontzettend mooi. Droomvlucht, ja, fantastisch. Ze hebben natuurlijk in het begin heel veel problemen gehad natuurlijk met het met de trolleys, met de wagen, ja, met de besturing, met de baan. Ja, dat de karretjes, want de karretjes moeten natuurlijk precies draaien en bewegen en omhoog en precies de juiste, op het juiste moment de juiste richting hebben. Er is natuurlijk een hele hoop gedoe mee geweest. Hij is ook toen in de jaren 90, toen die geopend werd, is die pas een maand, anderhalve maand of zo, is die later geopend, omdat er heel veel problemen was. Maar het is wel waard geweest dat Droomvlucht gekomen is. Het is echt een geweldige attractie. Ja, super. Super Droomvlucht. Ik kan er nog wat over vinden. Wacht eventjes. Lekker voorbereid. Geeft niet. Transportsysteem, ja, dat was het. Ja, het transportsysteem was niet helemaal. We hebben natuurlijk een hele hoop problemen mee gehad. Dat, hoor. Even kijken hoor, ze wouden hem ook nog groter maken, maar vanwege budgettering moesten ze wat snijden eigenlijk. Oh, ze hadden eigenlijk wat langer geweest. Ja, iets meer scènes. Oké. Goh. Grappig. Dat wist ik niet toevallig. Maar vanwege het geld en zo is het wat er nu is. Oh ja, nee, wacht. Nee, er was wat anders met het transportsysteem. De eerste bedrijf die het ging maken, die was failliet gegaan in die tijd. Oké, ja, maar er waren ook heel veel problemen. Ja, maar er waren ook problemen met dat de baan niet goed werkte. Dat was een stukje verder dan. Maar de eerste bedrijf die was failliet gegaan, zeg maar. Oké. En er was een vijftal leveranciers die eventueel het project konden voorzetten. Oké, er waren iets van drie firma's of zo, waarvan twee Nederlandse die durfden het niet af vanwege de korte tijd waarin ze alles gemoderniseerd moesten worden. Oké. Ja. En diegene die het gemaakt heeft, was Translift, maar die kon het ook niet soepel laten bewegen. En door het gebrek aan ervaring, zeg maar. Oké. Dus die is voor mij ook niet geworden. Ja. Ja, maar het is de beste attractie die er is. De beste dark ride, het mooiste dark ride vind ik. De mooiste dark ride die er is. Dat is echt de Droomvlucht. Zeker weten. Dus. Nou, dan hadden we wat ik ook wel grappig vond. En dat was toevallig, op 1 juli werd dat bekendgemaakt. De Efteling slaat terug naar Fantasialand. Beetje strijd onderling van, beetje strijd onderling tussen pretparken in Europa. Fantasialand heeft als onderschrift, zeg maar, de van Duitslands beste vrijheidspark. En dat staat sinds dit jaar staat dat prominent in het logo van Fantasialand. Fantasialand, ja.
De Efteling hebt daar, is eigenlijk, je hebt dat gehoord en die is eigenlijk gekomen met een eigen onderscheiding. Op de voorkant van de Duitse Efteling folder staat nu het beste vrijheidspark ter wereld. Dus een woordspeling, omdat Fantasia het beste park van Duitsland, omdat de hun zich het beste park van Duitsland noemen. Daar heeft de Efteling dus een grap op gemaakt en die heeft dus van gemaakt van dat hun wel de beste park van Duitsland zijn, maar de Efteling is dus het beste pretpark van de wereld van 2018. Dus dat was wel erg grappig dat de Efteling daar of zo. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Dat is grappig. De Efteling die heeft best wel grappige, af en toe best wel eens grappige dingen van. Ja. Trouwens, er is nog een saillant detail, is er. Dat is dat, ja. Dat Fantasia in de jaren 90 nog woedend was op de Efteling. Toen hij zich, had de Efteling ook al zich een keer al het beste attractiepark ter wereld genoemd. En toen was Fantasia was een beetje getriggerd, een beetje boos. En die wou zelfs juridische stappen tegen de Efteling gaan ondernemen. Wegens het illegale vergelijkende reclame. Daardoor is toen de Efteling ermee gestopt toen. Ja, dat is wel een grappig detail. Ja, dat wist ik niet eens. Dus, dat is echt wel. Ja, de Efteling heeft af en toe wel eens grappige dingen, weet je wel. Zowel van de week natuurlijk afgelopen zaterdag storing geweest in de nieuwe attractie van Toverland. Avalon. Dat was dus een kinderziekte. Ja, bij elke achtbaan die net nieuw komt, zit wel een storing in. Slagharen heb dat ook gehad met de bouw van. Met de opening van de Gold Rush. Daar was ook de eerste periode was de storing. En later moest zelfs de attractie nog een paar weken dicht. Vanwege de fundering, wat niet goed was. Juist. Ze hebben de fundering hebben ze toen aan moeten passen en moeten versterken. Want dat was niet helemaal goed. Hij stond eigenlijk zeg maar te liggen op de grond en zo en dat moest verstevig worden. Dat was met de Gold Rush was dat. Aha. Ze moesten toch helemaal opnieuw verstevigen? Ja, de fundering was te licht eigenlijk. Het moest nog steviger gemaakt worden. Dus Dus ja, iedere attractiepark heeft een beetje zijn eigen sores en zijn eigen problemen. Ja, klopt. Ken je onderuit. Dus ik weet zeker dat Avalon en Toverland, dat komt echt wel goed. Elke achtbaan die hebt dat in het begin. Je hebt in het begin even wat opstartproblemen, maar dat komt allemaal wel goed. Je hebt het gezien bij de Gold Rush. Het is nou een topattractie. Het draait, het werkt goed. Ik heb een kennis, die zit in Slagharen nu. En die vertelde van de week dat bijna alle attracties er waren. En dat de Gold Rush ook met een kleine storing. Maar hij draaide wel, maar met een kleine storing aan het draaien was. Maar overal komt dat voor. Elke attractie heeft wel een storing. Efteling heeft ook wel eens een paar keer vreselijke storing gehad in een attractie. Kijk maar naar de Droomvlucht en naar Symbolica. Die hebben ook heel veel problemen gehad in het begin. Ja. Dus iedere. Maar Toverland komt er wel uit. Ik weet zeker dat Toverland. Maak je geen zorgen, Toverland, alles komt goed. Alles komt goed. Die zullen ook wel groot worden. Precies. Rondje rond de attracties.
Een rondje rond de attracties, oké. Okay. Een rondje rond de attracties. Dus nu gaan we een beetje de attracties bespreken. Ja, kom ik eigenlijk maar bij één attractie uit. En dat is de Monsieur Cannibal. Monsieur Cannibal. Even een weekje stil geweest. Even een weekje gesloten geweest. Onderhoud gehad. Maar hij draait weer. Hij draait weer. Ik ben twee weken geleden in de vlog dat ik alleen naar de Efteling was gegaan. Jullie hebben het gezien. Hij draait weer. Hij is even een weekje stil geweest. Ze hebben er wat aan gedaan. Ik weet niet precies wat werkzaamheden was. Dat wordt eigenlijk niet bekend. Dat is eigenlijk niet bekendgemaakt door de Efteling. Wat er precies veranderd is. Of wat er gemaakt moest worden of zo. Maar hij draait weer. En hij draait weer top hoor. Want afgelopen zaterdag draaide hij ook zijn rondjes weer. Dus dat is... Hij is helemaal toppie-oppie is hij helemaal weer. Gewoon weer... hij kan gewoon dit jaar en volgend jaar en dat jaar erop... Ja, kun je gewoon weer zonder problemen draaien. Dankzij de... Alle attracties krijgen elk jaar een onderhoudsbeurt. Dus, ja. Dus... Kijk, tot de volgende beurt kent hij weer mee. Precies. Nou, dat was eigenlijk een beetje het rondje rond de attracties... Ja, bij de andere attracties is er niet veel gebeurd. Nee, alles draait nog gewoon dus. Alles draait gewoon. Dus het is gewoon weer genieten in het park, jongens. Jezus. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is de topper van de maand. De topper van de maand. Nou, welke attractie is volgens jou deze maand de topper van de maand, Kevin? De Baron. De Baron. Baron 1890. Ja, hij... Ik hoor echt heel weinig keren dat er storing is in de Baron. Ja, dat is dan ook geluk voorbij natuurlijk. Hij is wel een paar jaar oud, dus... Joris en de Draak en... Joris en de Draak, de houten achtbaan. Houten achtbaan, waar heb je het nou allemaal over? Houten achtbaan? Ja. Waar heb je het allemaal over? Nee, maar de Joris en de Draak en... Vliegende Hollander, als je het vergelijkt, die hebben veel meer storingen dan de Baron eigenlijk. Baron is echt, Ja, bij Vliegende Hollander is ook echt een storingsgevoelig. Ja. Vanwege al die sensoren om die erin zitten en dat soort dingen. Ja, maar de Baron die, het is, Baron is eigenlijk een beetje een what you see is what you get attractie. Juist. Het werkt gewoon perfect, alles doet het. Heel weinig storing. Dus, klopt. De Baron is deze maand door Kevin en mij hoe noem je dat? Uitgekozen tot de topper van de maand. De topper, toppers. Dat is wat anders. Nou, dan gaan we naar, overige parken, jongens. Overige parken. Nou, wat is er gebeurd in de overige parken? Nou, jullie weten het vorige maand. De grote brand. Jullie hebben ook de vlog van mij gezien. De grote brand in Europa Park. Ja, dat was wel even heftig. Jullie hebben het gehoord. Scandinavië gebied helemaal... niet helemaal, maar... Dat was een schadepostje van €50.000. Ja, daar wou ik eigenlijk ook mee inderdaad mee komen. Vandaag is bekendgemaakt... Ja, nee, 50 miljoen. 50 miljoen euro schade. En was storing in de, hoe heette dat, hoe heette die attractie ook weer, Fort Rafter of zo. Zo'n attractie zoals de Piranha. Een Rapid River, juist, dankjewel. Er is dus storing aangebroken en is eigenlijk overgeslagen. En er is één attractie gewoon helemaal weg. Er is gewoon helemaal niks meer van over. Dat is de... Piraten in Batavia. Piraten in Batavia is gewoon helemaal weg. Helemaal uitgebrand. En je kan het eigenlijk vergelijken met de Fata Morgana. Fata Morgana is eigenlijk een beetje in grote lijnen.
een beetje dezelfde soort attractie als Piraten in Batavia. En ja, je kunt eigenlijk vergelijken met Piraten in Batavia. Kun je eigenlijk vergelijken met de Fata Morgana. Plus dan nog een stuk eraan met decorstukken, kleding, opslag en zo. En het is gewoon helemaal compleet weg. Echt heel erg bizar is het eigenlijk. Ja. Toen was hij stil. Ik ben er nog. Oh, je bent er nog. Ja, echt bizar. Echt een bizarre... Bizarre brand. En ja, ik ben nog nooit in Europa Park geweest. Het is wel... Ik ook nog niet. De bedoeling... Want hij staat wel op mijn bucketlist. Europa Park. Europa Park staat echt op mijn bucketlist. Daar wil ik echt nog een keer naartoe. Lijkt me echt geweldig om een keer naar Europa Park te gaan. Maar ja, toch deed het me wel wat. Het is toch wel eventjes van zo. Het is toch wel even schrikken. Het is toch wat, ja. Het is toch niet niks. Het is zeker niet niks. Nee, ja, dat zou Ramon zeggen. Het is niet niks, hè. Ja, precies. Dus ja, bizar. Echt heel, heel erg bizar dat ja, wat er gebeurd is. Nou, ja, meer kan je niet over zeggen. Dus ja, meer kan je er niet over zeggen. Meer kan je er niet over zeggen natuurlijk, hè. Dus ja, heel erg bizar, heel erg bizar. Maar ik hoop dat Europa Park snel, ze zijn nu, voor mij zijn ze aan het afbreken. Wat er nog staat en de rotzooi opruimen. En over twee jaar zat hij er weer. Ja, ja. Ik doe in ieder geval, wens ik Europa Park heel veel sterkte met de wederopbouw. En ja, dat is wel leuk. We gaan het wel zien. Dan wou ik het verder hebben over Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Jullie weten het, vorig jaar ben ik naar Wildlands geweest. Jullie hebben toen twee afleveringen kunnen zien, twee vlogs kunnen zien, toen ik in Wildlands was. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed met Wildlands Adventure in Emmen. De bezoekers vallen tegen. Ze hebben een nieuwe achtbaan hebben ze neergezet. De tweestrijd om ervoor te zorgen dat er toch weer mensen komen naar Wildlands. Ik vind het een belachelijk idee. Ik vind het echt een belachelijk idee om een achtbaan in een dierentuin te zetten. Ja, denk ik, het is ineens nou dierentuin of attractiepark. Dat vind ik echt heel raar. Vind ik ook een hele rare zet. Het lijkt wel een beetje een paniek zet. Van, oh jee, het gaat niet goed. We gaan dat en dat maar doen. Ik vind het een beetje een paniek. Precies. Ik vind het een beetje een paniek aankoop. Paniekactie. Ja. Maar, bezoekers lopen terug en weet het allemaal veel. Ja, maar ondanks de nieuwe achtbaan, de tweestrijd. En wat voor achtbaan is dat nou? Is dat nou weer zo eentje? Is dat er nou weer zo eentje? Of is het nou een ijzeren? Iets van metaal is een ijzer is dat. Oh, ik dacht dat het weer zo'n hele bekende achtbaan was. Hè? Dat ik weer mocht gaan zeggen van... Nee. Dat was het dus niet. Maar ondanks dat ze dus die nieuwe attractie hebben neergezet... blijven tegenvallen. Dus ik heb zo'n gevoel dat... ik heb zo'n gevoel dat Wildlands Adventure Zoo... geen lang leven beschoren is, helaas. Ja, wie weet. Ja. De bezoekers vallen tegen nog steeds. Ondanks dat ze nu die nieuwe dual coaster hebben. Of is het eigenlijk wel een dual coaster? Ja, het is een dual coaster, hè? Ja, ondanks dat ze de dual coaster hebben neergezet. Het blijft gewoon niet aantrekken. Mensen in de omgeving van Drenthe die zeggen van Wildlands Adventure Zoo, dat is niks. Het is onze dierentuin niet meer. Wij hadden liever gewoon, voor mij was het Noorderdierenpark Emmen, hadden we gewoon willen houden. Gewoon de oude dierentuin voordat Wildlands kwam. Problemen. Ik denk, jullie hebben het gezien bij
Dat pretpark van de toekomst in Limburg. Ja, klopt. Dat was al na 2 maanden was het al dicht. Ja, het werkte gewoon niet. Het werkte gewoon niet. Ja, ik ben bang dat Wildlands, ik weet niet, ik heb er een slecht gevoel over. Het zou heel jammer wezen. Ik ben er geweest. Het is nou niet echt dat je zegt van wow, ik ga volgend jaar ga ik weer naar Wildlands toe. Het is niet een herhalingsfactor. Ik ben er geweest, ik vond het wel mooi. Maar het is nou niet dat ik zeg van goh, ik ga er elk jaar naartoe omdat het zo geweldig is. Nee. Ik vond het ook een beetje tegenvallen. Er zaten ook wel hele leuke elementen in, maar er zaten ook heel veel elementen bij wat ik gewoon tegen vond vallen van Wildlands. Ja. Dus het is gewoon, ik heb het gezien en kom een paar jaar hier weer terug. Ja. Het heeft geen herhalingsfactor. Efteling hebben herhalingsfactor. Walibi hebben een herhalingsfactor. Dan heb je zoiets van, god, dan ga ik binnenkort weer een keer naartoe. Dat vind ik wel leuk om daar naartoe te gaan. Efteling heeft dat ook. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het wil maar niet vlotten daar zo. Het wil maar niet vlotten. En ja, het is dan heel moeilijk. Het wordt dan heel moeilijk voor zo'n park. Ja, dan wel. Als ze verlies blijven draaien, dan... Ja, dan is het heel snel gebeurd. Juist. Dus dat is wel heel erg... dat is wel heel erg jammer. Het is heel erg jammer en triest, maar... Ja, die dingen gebeuren ook. Dan wou ik het eigenlijk nog met jullie over één ding hebben. In de categorie overige attracties. En dat is Droomland Rotterdam. Ja, het is eigenlijk Attractiepark Rotterdam, maar ik vind altijd Droomland Rotterdam. Omdat ik vind het zo belachelijk... Dat ze in, ja, ik ben zelf een Rotterdammer, maar ik vind het zo ontzettend belachelijk dat jij een attractiepark wil bouwen in een grote stad. Dat werkt gewoon niet. Je zit in het het is wel op Zuid, het is niet in het hartje van Rotterdam. Maar je zit met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is dan nog wel redelijk. Maar je zit met parkeren, je zit met de grote stad. Je hebt bijna geen uitvluchtmogelijkheden met de auto. Alles is dicht op elkaar. Het is een oude kernreactor. Nou, lekker dan. Ik vind het belachelijk dat Henny van der Most met een attractiepark in Rotterdam is begonnen. Echt waar. En ik noem het Droompark, omdat ze hadden eigenlijk dit jaar al open volgens mij moeten gaan. Elke keer valt er weer een lijk uit de kast en is het weer, is er weer iets wat alles vertraagt en zo. En deze week werd bekend dat Attractiepark Rotterdam annuleert 2 topattracties. Ze zouden dus een grote lanceerachtbaan van tientallen meters hoog zouden ze doen. Of deze zou een lanceerachtbaan maken en een tiental meters hoge trailride met de naam Evolution. En deze 2 attracties komen er niet. Volgens de eigenaar Henny van der Most, dat is dus ook degene die Preston Palace heeft, Kalkar. Wat hebben ze nog meer allemaal? De Koperen Hoogte. Dat is dus allemaal van Henny van der Most. En die is dus zeg maar de eigenaar van het nieuwe te bouwen attractiepark Rotterdam. Die zegt dus dat het ligt aan de verscherpte veiligheidseisen. En er komt dus in het attractiepark komt die lanceerachtbaan en die meters hoge tourride, die komt er niet. Nou, wat is een attractiepark zonder achtbaan? Ja, precies. Zonder achtbaan is het niet echt veel. Nee. Ik heb altijd gezegd van attractiepark Rotterdam, het is allemaal leuk, maar het is, ja, ik vind attractiepark Rotterdam, vind ik gewoon, het is gewoon een grote luchtbel.
Ja, een grote luchtbel die elk ogenblik kan ontploffen, want die uit elkaar kan klappen. Want ja, het werkt gewoon niet. Het is gewoon, het is vlakbij de metrostation Maashaven is het. Ja, ik vind de ligging vind ik echt totaal helemaal niks. Het ligt vlakbij... Langs het water ligt het. Langs het water ligt het, dat is wel mooi. Maar het ligt vlakbij... hoe heet die tunnel ook weer? De Maastunnel. Nou, ja. Je kan heel veel zeggen over de Maastunnel. Maar de Maastunnel is nou niet echt een van de betrouwbare wegen van Rotterdam. Het loopt daar ontzettend veel vast. En stel dat het attractiepark er komt en het is een mooie warme dag en bezoekers die gaan allemaal naar attractiepark Rotterdam. Nou, dan was heel druk. Dan is het heel druk en dan loopt de hele stad vast. En, nou, ik vind het helemaal niks. Doe het ergens op een... ik had het er pas geleden nog met iemand over, weet je wel. Kijk, als je kijkt naar de ligging van de parken nu, weet je wel. Kijk, de Efteling ligt buiten Kaatsheuvel. Het is wel Kaatsheuvel, maar het ligt er buiten. Slagharen ligt buiten Slagharen. Mm-hmm. Toverland in Zevenum ligt buiten een dorpje. God, alles ligt buiten zo. Ja, je moet gewoon niet willen om een attractiepark te bouwen in een grote stad. Dat werkt gewoon niet. Je zit met verkeer. Je hebt wel heel goed openbaar vervoer, want je hebt natuurlijk twee metrolijnen heb je vlak bij de hand, dat wel. Maar mm-hmm. mensen die, dat is alleen maar leuk voor mensen die hier uit de regio komen. En kom jij uit Amsterdam of kom je uit Limburg of uit Brabant, dan moet je toch met de auto komen naar Rotterdam. Oh, het is niet anders. En dat is gewoon één grote puinhoop. Dat wordt gewoon één grote chaos. Ja. Dus met Wildlands, ik heb er geen goed gevoel over attractiepark Luchtbel Rotterdam. Het is gewoon een ene luchtbel. Ze bewijzen het keer op keer dat het gewoon dat het een flop gaat worden. Het wordt gewoon een flop. En het is jammer voor, ik vind het vooral heel erg jammer voor de eigenaar. Want die probeert er natuurlijk alles aan te doen om een leuk park neer te zetten. En ook voor de medewerkers, want Vincent van Da Vinci Games, die werkt daar, hè, in attractiepark Rotterdam. Okay. Ja, die werkt daar zo. Dus daar vind ik het wel heel erg jammer voor, want die steekt een heleboel tijd en energie om het attractiepark op de kaart te zetten. Steekt er een hele hoop tijd en energie in. Maakt er ook vlogs over. Hij heeft ook een eigen kanaal. Attractiepark Rotterdam, maar ook een eigen YouTube kanaal. En daar post Vincent ook berichten neer. Okay. Dus ja, ik heb zoiets van... het is allemaal, ja, het is zonde. Het is zo zonde van de tijd. En, het is eigenlijk iets bouwen waarvan je al de uitkomst eigenlijk al weet. En dat is dat de einduitslag is dat, ja, dat het gewoon een flop gaat worden. Want het is gewoon een geen goede locatie voor zo'n park. Had het dan ergens buiten gebouwd, weet je wel. Ja, klopt. Net buiten Rotterdam, dan had het nog wel... langs de A20 of zo, weet je wel, bij Zevenkamp daar ergens of zo. Of het tegenovergestelde, misschien wordt het wel heel erg populair. Dus, ja. Ja, maar als je al ziet dat het restaurant ook, het restaurant, dat ging als eerste ging het open. Nu is het open gegaan, maar dat is ook vier, vijf keer uitgesteld. Want elke keer was er wel weer iets waardoor het weer uitgesteld werd en duurde nog langer en nog langer en nog langer. En volgens mij, ze zijn er nu mee bezig. Ze zijn nu dat attractiepark Rotterdam aan het bouwen. Ik heb 3 weken of 4 weken geleden, een maand geleden, heb ik de laatste video gezien over attractiepark Rotterdam. En er stond nog werkelijk helemaal niks. Alleen het restaurant stond er.
Er is nog geen attractie te zien. Oké. Het is allemaal leeg, zeg maar. Ja. Ja. Dus ja. Wat heb je dan? Niet veel. Ja, in een restaurant. Ja, dus nee. Ik ben niet echt veel aan. Het is heel jammer, maar... Ik vind het gewoon een luchtbelshow die... ja, waarvoor je eigenlijk al de einduitslag weet dat het een grote flop gaat worden. Ja. Ja, we zullen meemaken hoe het wordt. We gaan het wel zien. Ja, we gaan het wel meemaken. Dat vindt Ramon altijd leuk, hè? Ja, precies. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Tot slot. Heb jij tot slot nog iets wat je wil melden of zo? Over pretpark gerelateerde dingen? Nee, op dit moment niet. Ik heb nog niks. Wat mij de laatste tijd nogal stoort aan pretparken, weet je wel, dat is dat ze... Wij zijn YouTubers. Geen bekende YouTubers, want we hebben alle twee nog maar heel weinig abonnees. Ik heb ook nog maar heel weinig abonnees. Ik vind die 300, ruim 300. Ben ik ontzettend blij mee trouwens. Vind ik helemaal fantastisch. Tuurlijk. Maar 300 is nog eigenlijk niks vergeleken met andere YouTubers. Maar wat mij de laatste tijd stoort aan pretparken, dat is dat pretparken de laatste tijd vloggers gebruikt als B-artiesten voor een eigen pretpark op te krikken. Dat stoort me ontzettend. Ik heb er echt een ontzettende hekel aan. Ik heb er ontzettende schurft aan. Je zag het pas geleden weer bij de opening van het nieuwe themagebied in Toverland. Oh, Toverland. Dat alle bekende YouTubers weer opgetrommeld werden om hun toneelstukje te spelen. En ik vind het gewoon belachelijk. Tegenwoordig doet de Efteling doet daar ook aan mee. Toverland die is er nou heel erg mee bezig om hun eigen toneelstukje elke keer op te voeren door elke keer maar een YouTuber te nemen, omdat dat lekker populair is voor de jeugd. Kap daarmee. Ik vind het echt helemaal niks. Ik heb er echt een hekel aan. Ik storm er maatloos aan. Ik vind het zo verschrikkelijk dat de YouTubers tegenwoordig gebruikt worden om een attractie te openen. Doe gewoon normaal. Maak er gewoon een mooie show van. Open die attractie met de plaatselijke personages die in het park zijn. Maar ga geen YouTubers gebruiken om een park te openen. Dat vind ik zoiets... Ja, ik vind dat gewoon echt... Ja, dat echt... komt omdat ze vele manieren zoeken om gasten binnen te krijgen. En dat heel veel kinderen naar YouTubers kijken. Ja, maar ik vind het heel erg goedkoop. Ik vind het echt heel erg goedkoop. Ik stoor me er mateloos aan. Ik vind dat zoiets goedkoops. Maak gewoon een heel mooi... maak gewoon een hele mooie opening. Met een mooie... Met een mooi themagebied met het verhaal erbij van waar de attractie over gaat. Laat hem openen door de directeur, de plaatselijke personages. Bij de Efteling heb je verschillende personages die je het kan laten openen. Pardoes, Pardijn erbij. Bij Slagharen doen ze het tegenwoordig iets beter. Want dan doen ze gewoon elke keer gewoon hup, Randy en Rosie erbij. Ja, daar houden ze wel weer een soort bekende YouTubers. Dat vind ik ook zo belachelijk. Doen ze een bekende YouTubersdag. Dan komen alle bekende YouTubers. Komt er nou, er zijn een heleboel YouTubers die ik nog ineens ken. En ik heb best wel kijk op YouTubers. Want ik ben heel veel actief op YouTube. Dus ik weet best wel wie een beetje de populaire zijn en wie niet. Klopt. Maar dan komen ze met B-artiesten, YouTubers komen ze. Mensen die ik dan kijk en dan zie ik dat ze een hoop abonnees hebben, maar in wezen stellen ze helemaal niks voor, want ze brengen echt totaal niks zinnigs brengen ze uit. En die worden dan gebruikt als lokaas voor het park. De goedkoopste kolder die er is. Ik heb daar eigenlijk
erger me daar de laatste tijd echt het schompers aan. Ik heb daar zo ontzettend... Ja, op een gegeven moment is het irritant. Ja, ik vind het echt irritant, vind ik het aan het worden. Dus attractieparken, stop daarmee. Ik word daar echt misselijk van. Ik word er constant misselijk van. Ik kan er niet tegen. Dit was in ieder geval de allereerste podcast van de Efteling. De Efteling podcast. Ik bedank Kevin. Yo. En ik zie jullie volgende maand weer bij een nieuwe podcast. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op Abnormaal ook. En abonneer op mijn kanaal. En op It's All Tricks Theme Park. En ik spreek jullie allemaal gauw weer. De groetjes allemaal. Bye bye. Bye bye.